Voordat we gaan beginnen aan dit geweldige filmpje, eerst even dit. Ik heb het tweede boekje gemaakt. Kijk, barbecue boekie. Barbecuen met Nick. Oh my god. En de Big Mac die je vandaag gaat zien, staat ook in het boekje. Dus, vind je dat nou hartstikke leuk? Klik op het linkje. Vind je het nou gereed aan? Klik ook gewoon op het linkje, want je gaat het vanzelf hartstikke leuk vinden. Hier komt één lekker filmpje van mij voor jullie. Checkie. Wat wil ik zeggen? We maken vandaag de bekendste burger in de hele wereld. De meest iconische burger in de geschiedenis van alle hamburgers. Namelijk de Big Mac. Deze hamburger hoort bij het meubilair van de McDonald's. Denk je aan de McDonald's? Denk je aan de Big Mac? Denk je aan de Big Mac? Denk je aan de McDonald's? De Big Mac is in 1967 op de kaart gekomen bij de Mac. En een jaar later had elke fucking McDonald's in heel Amerika had de Big Mac op het menu staan. En vandaag laat ik Nicky Toet zien dat je de Big Mac gewoon thuis bij jou in je keukentje lekkerder kan maken. Gaan we. En we beginnen met ons broodje. En dan hoor ik je al denken, oh Nick, ga je weer broodje maken? Ja, we gaan gewoon weer lekker broodje maken. 500 gram witte patentbloem gooi je gewoon zo in een standmixer. Zo. Daar gooi je 10 gram zout gooi je erbij. Ga je de boel voor ronddraaien. 10 gram instant gist gooi je zo bij je bloempie. 25 gram witte bastardsuiker gooi je gewoon zo erbij. Heb je hier 300 ml lauwe melk. Waarom lauwe? Gist en lauwe melk gaat lekker voelen met de suiker en dat komt helemaal goed. En dan gooi je langzaam 300 ml lauwe melk gooi je erbij. Kijk. En laat het maar een lekker deegje vormen. Dan doe je even een deeghaakje daar. Want dat mengt even wat beter. 50 gram boter, daar pak je een gedeelte van en dat druk je zo door je deegje heen. Dat druk je gewoon zo door je deegje heen. En dan ga je niet al je boter in één keer erbij gooien. Nee, je gaat je boter in etappes erbij gooien. Dus je doet eerst een beetje. Zet je hem aan en laat je boter maar helemaal opgenomen worden door je deegje. Eerste gedeelte is opgenomen door je bloem. Doe je tweede gedeelte erbij. Druk je je boter gewoon zo door je deegje. Doe je weer aan, net zo lang totdat je boter weer opgenomen is door je deeg. Laatste gedeelte van je boter pak je beet. Druk je weer zo in je deegje. Zet je deegje aan en laat het gewoon 10 minuten mengen tot een hele mooie soepele bal. A few moments later. 10 minuutjes lekker gemengd met elkaar en dan krijg je een hele mooie soepele en niet plakkerige bal. Mooi bolletje met deeg. En die gaan we opdelen in 8 bolletjes van ongeveer plus minus 100, 105 gram. Zo, via deegje verdelen. Dus wat ga je met die balletjes doen? Die pak je beet, leg je neer. Doe je palm van je hand tussen je duimpje en je pinkje. Doe hem in je palm van je hand. En ga je heen en weer. Ga je heen en weer. En dan ga je hem opbollen. En dan krijg je zulke bolletjes. Kijk hoe fucking mooi. Holy shit. Als je hem dan opgebold hebt, heb je hier zo'n bakplaatje met een siliconen matje of bakpapier. En dan pak je een beet en dan gooi je hem zo op je ding. Hou er wel een beetje ruimte tussen, want hij gaat rijzen. Al je deegjes ga je opbollen. En dan heb je hier zo al je broodjes liggen. En hier gaan we even plasticje overheen doen. En die moeten we eventjes een beetje insmeren met een beetje vet. Want anders blijft het plakken aan onze bolletjes en dat is helemaal kut. Zo. Doe je er een klein beetje olie of vet overheen. Pak je plasticje. Die je over je bakplaatje heen. En laat al je bolletjes voor 20 minuten gewoon rijzen op een warme plek in je huisje. Tijd voor een lekker sausie. Big Mac saus is ook echt een ding voor mensen die de Big Mac bestellen en de Big Mac lekker vinden. Half uitje, die ga je snipperen, dus die pak je beet. Fijn snipperen. En dan pak je zo je half uitje beet en die doe je in een bakje. Heb je hier zo 2 teentjes knoflook, die ga je even raspen door je uitjes heen. Dus die pak je beet, even raspen. Of persen mag ook, als je een persen hebt mag je het lekker persen. Maakt mij geen reet uit. Je pakt 3 hele augurken en die ga je in blokjes snijden. In je bakje erbij. 3 eetlepels mosterd. 1. Zo, mosterd. Wat zeg ik nou weer? Mosterd. 2, 3. 3 eetlepels ketchup. 1, 2, 3. Halve theelepel knoflookpoeder. Halve theelepel uienpoeder. En dan doe je er 150 gram mayonaise bij. Zo. En gaat heel de boel zo mengen met elkaar. Je mosterd, je ketchup, je uitjes. En als je alles hebt gemengd, heb je hier zo fucking Big Mac saus. Speciaal voor jullie. Bolletje tegen 20 minuten gerezen. Alle balletjes opnieuw opbollen. Pak je gewoon een bolletje beet hier zo. Die druk je gewoon even een beetje plat. En die doe je weer zo naar elkaar toe. En die ga je nog een keer opbollen. Heb je hier fucking mooi bolletje. En die leg je gewoon weer terug op je bakplaat. Dit zijn gewoon de beste hamburgerbroodjes die jij gaat eten. Maak dit en je weet niet wat je proeft. Al je bolletjes klaar. Voor de 2e keer rijzen. Je plasticje heb je niet weggegooid. Die zit nog steeds vol met fatty
Die doe je zo eroverheen. Laat je bolletje nu voor 80 minuutjes rijzen op een warme plek in je huis. En dan kunnen we ze straks gewoon lekker afbakken. En de enige topping die op een Big Mac zit is de saus, is ijsbergsla en een uitje. Dan gaat uitje snipperen, ijsbergsla super fijn, komt helemaal goed. Wat gaan we doen? Uitje. Die ga je zo klein mogelijk proberen te snipperen. Heb je hier half krop ijsbergsla, zo dun mogelijk, proberen te snijden. Zo dun wil je je sla hebben. Alle twee toppenkies ook helemaal klaar. Stukje cheddar en dan ga je zo plakjes, ga je zo met een kaasschaafje. Zo, genoeg. En de burgers op je Big Mac'ie zijn smashburgers. Dus we gaan zelf smashburgers maken en dat begint met zelfgemaakt gehakkie. En ik hoor heel veel mensen van jullie al denken van, ah, oh, maar heb je heel veel laten zien? Oké, ik ga heel snel erin. Gaan we. Hoe gaat het erin? Tering koud. Malertje uit de vriezer, want dan blijft je vlees gaat makkelijker erdoorheen. En we gaan er gewoon in sneltrein dinges gaan we er doorheen. 500 gram runderriblappen, hier gaan we ons gehakje van maken. Snij maar gewoon wat mooie blokken zo. En douw heel je ding maar gewoon vol met vlees. Kijk, en dan komt er lekker grof gehakje uit, kijk. Ik heb een grove maalring erop gedaan, zodat we lekker grof gehakt krijgen. En we gaan 8 balletjes maken van ongeveer 60 gram. Dit worden onze smashburgers. Dit gaan we in een balletje vormen. Dus dan pak je gewoon even goed beet en dan duw je het even zo in een balletje. Dit worden 8 smashburgers en we doen 2 smashburgers per burger. Dus dan kan je in totaal 4 burgers maken met het hele receptuurtje. Oventje voorvormen op crematiestandje 230. Broodje klaar met tweede keer rijzen. En kijk dit dan. Dit zijn de perfecte bolletjes. We hebben hier 1 eitje opgeklopt. En dan ga je zo heel voorzichtig je bolletjes allemaal insmeren met lekker een beetje eimengseltje. Wat zit er op je Big Mac broodje? Dit, sesamzaadjes. Doe je gewoon een beetje sesamzaadjes zo. Pak je zo al je broodjes. En dan doe je zo al je broodjes. Doe je zo in je oven. Oventje dicht. Laat je dit 8 tot 12 minuutjes laat je ze gewoon bakken. Totdat jij vindt dat ze een mooi kleurtje hebben. Later. Oh my god. En dit zijn echt by far de beste hamburgerbroodjes die je ooit gaat maken en in je mondje gaat stoppen. Kijk dan. Kwassie, heb je hier een klein beetje boter heb je gesmolten? Kijk, hier zo gewoon een klein beetje boter. Gewoon weet ik veel, 50 gram boter gesmolten. En dan pak je zo een beetje boter en dan ga je zo al je broodjes insmeren met je boter. Laat je broodje ongeveer 10 minuutjes afkoelen totdat ze wat kouder worden. En dan gaan we 2 broodjes, 2 van je lelijkste broodjes gaan we straks opofferen. Want daar halen we 4 middenstukjes uit voor onze Big Mac'ie. 2 stuks, wat gaan we daarmee doen? Daar gaan we 4 tussenstukjes uithalen. Dat is 1 tussenstukje. Nog een tussenstukje voor je ding. Dit is niet normaal. Kijk dan hoe mooi. Kijk hoe mooi, kijk hoe mooi, kijk hoe mooi. Die gaan we even door het midden snijden. We pakken een heel klein beetje mayonaise. En met die mayonaise smeer je gewoon het onderkantje smeer je gewoon heel licht in. Toppie smeer je ook gewoon zo heel licht in. En het tussenstukje smeer je de ene kant in met mayo. En smeer je de andere kant ook een klein beetje in. Zet je vuurtje aan. En ik heb 2 pannen opstaan omdat we straks in elk pan gaan we een smashburger maken. Want die kan best wel een beetje groot worden. En 1 pan is dan weer te klein. Dus ik doe 2 pannen. Dus het zal allemaal wel. Zo, een paar druppels olie erin. Uitsmeren zo. Pak je ingesmeerde stukje hamburger. En die doe je in de pan. Tussenstukje erop. En je onderkantje doe je erop zo. En die laat je gewoon aan 1 kant. Laat je hem gewoon een beetje toasten. Kijk, die is helemaal goed. Ook getoast. Super mooi getoast. Zet je eventjes zo opzij. Zet je dit vuurtje aan. En zet je dat vuurtje aan. Doe je een paar druppeltjes olie in. Hier een paar druppeltjes. Pak een beetje keukenpapier. En smeer gewoon de olie een beetje uit. Zo over de hele pan. Zo. Deze precies hetzelfde. Gewoon een klein beetje uitsmeren. We pakken straks een bolletje gehakt. Doen we in het midden van de pan. Beetje zout, beetje peper, beetje knoflookpoeder. Helemaal plat drukken tot die bijna niet meer platter kan. En dan zijn we op zoek naar de Maillard-reactie. En dat is eigenlijk het bakken van dingen. Dus als iets van kleur verandert, dan gebeurt er iets met de aminozuren en de smaak en het vet en de eiwit en weet ik het allemaal. Dat zorgt voor het krokantje, dat zorgt voor de smaak. En dat wil je hebben voor je burger. 2 bolletjes van je gehakt. Dit is voor 1 burger. Eentje doe je in het midden van de pan. Kijk zo. Andere doe je daar in de pan. Dan druk je hem al ietsjes platter zo. Iets platter drukken. En heb je hier een klein snufje knoflookpoeder. Beetje zout. Beetje peper. 2 spatels. En die leg je, eentje leg je zo op die burger. En terwijl je dat doet, druk je hem plat. En die druk je helemaal plat. Dat zijn je 2 burgers. Kijk, en als je ziet dat ze aan de buitenkant een heel licht korstje hebben, pak je ze beet. Zo. En draai ze om. Draai hem om. Cheddar. En die doe je gewoon zo erop. Hupte. Dit kan je er ook op doen. Dit is een dome, een burgerdome. Als je nou een pan hebt ofzo, of nee, niet een pan, wat loopt nou weer? Als je een deksel hebt, kan je gewoon een deksel erop leggen en dan smelt die verder. En dan wacht je gewoon tot je kaas gesmolten is en dan kunnen we lekker burgertje eten. Onze Big Mac saus hebben we hier zo en die doe je zo
op je onderkant van je broodje. Pak je even goed een handje ijsbergsla op de saus. En nu is het tijd voor een van je burgertjes. Wat doe je? Je haalt even zo'n dome, haal je eraf. Zie je dat je kaasje lekker gesmolten is? Je smashburgertje met je kaas, alles erop en eraan. En die doe je zo op je slaatje. Heb je hier zo twee augurkjes? Die doe je zo erop. Heb je hier zo wat van je gehakte uitjes? Die doe je ook een beetje zo. Je middenstukje. Smeer je de ene kant smeer je een beetje in met een beetje saus. En die doe je zo op je burger. En op het tussenstukje doe je weer een beetje saus. Klein beetje ijsbergsla. Heb je hier je tweede burgertje? En die doe je zo op je ijsbergslaatje. Nog twee plakjes augurk. Leg je erop. Hoort altijd augurkje op. Pak je weer wat van je gesnipte uitjes. Je toppie. Pak je een beetje van je Big Mac sausie. Doe je toppie. Doe je erop. Eenmaal. Big Mac. Eet smakelijk. Dit wil je toch gewoon in je mond stoppen? Kijk dan. En dit is de binnenkant van je Big Mac. Kijk dan. Oh, jezus. Dit is niet normaal. Dit heeft niks meer te maken met een Big Mac. Dit is niet meer de Big Mac. Dit is de Big Dick Nick. Vleesie is nog lekker sappig. Sausie is echt te gek. En het broodje zijn gewoon de lekkerste hamburgerbroodjes die jij ooit in je mondje gaat stoppen. Dit is gewoon te gek. Zo makkelijk is het om je eigen Big Dick Nick burger thuis te maken. Gewoon in je eigen keukentje. Het was te gek, het was glorieus, het was fucking lekker. One love voor jullie allemaal. Kusje op jullie voorhoofd. En volgende week zijn we gewoon weer lekker terug met een nieuw gerechtje. Zelf en ik doe het, alles erop en eraan. Lekker man.